Ken je die mop van die vrouw achter de deur? Nee. Kook niemand, de deur staat op slot. Yes, tof dat je kijkt naar een nieuwe video van Nieuwsgierig Joost. Het is januari, midden in de lockdown. Hoe droevig kun je het hebben? Ja, heel droevig. Het is ook nog eens heel erg koud. Het heeft niks met dit item te maken, maar wel weer een baanbrekend onderzoek. Namelijk, wie is de grappige? De Amsterdammer of de Rotterdammer? Dus we gaan gewoon mensen op straat even vragen, heeft u nog een goede mop voor mij? Ga jij Amsterdam onderzoeken, dan doe ik het gezellig in Roffa. Yes! Hey. Mag ik jou wat vragen? Ik ben heel erg benieuwd, wie is de grappige? De Amsterdammer of de Rotterdammer? Ja, ik zeg natuurlijk Amsterdammer. Ik ben zelf ook een Amsterdammer. Ja, dan willen we toch even een klein moppie horen. Een moppie? Als bewijs. Oké. Ja. Drie mensen op een brommer. Eentje zit voorop, eentje achterop. Hoe heet de middelste? Ik weet niet. Nee. Rob. Rob? Ja. Nou, goed. Ja, die stop. Okay. Dankjewel, man. Yo. Meer grappiger dan een Rotterdammer? Ja, zeker. Ja? Ja. Heb je dan één mopje voor ons? Ik denk jouw headline, ja. Zo, goeie mop. Ik word hier gewoon gedist in mijn eigen programma. Dat is niet de bedoeling. Ja, dat is al gebeurd. Heb jij misschien een goede Rotterdamse mop? Waarom komt het domme blondje elke keer met de open pak melk bij de kassa? Geen idee. Omdat hij staat hier openen. Dankjewel. Ja, dat was het, man. Ja, dankjewel. Fijne avond. Tom, ja, later, hè. Ik ben gewoon toe aan een goede grap. Heeft u die voor mij? Ik zou er even niet aan meten, nou, voor snel. Nee? Nee. Ik heb honderden gekend, maar... Neem je tijd, hoor. Ja, neem je tijd? God, geleerd. Ik dacht dat het over Feyenoord Ajax ging. Nou, laten we het daar even over hebben. Nou, dan weet je het wel. De nummer 1 tegen de nummer 2. Nou, dat is dan wordt weer even. Zet dat op Facebook dan. Amsterdam huilt, waar het eens heeft gelachen. Heeft u misschien niet nog even een goede grap over de Amsterdammers, over de neuzen? Nee. Nee? Ik heb toch wat niet zo leuks over te vertellen. met een bult en eentje met een houten poot. Ja. Dus op een gegeven moment zegt hij met die bult, hij zegt... Ik ga het over de kerkhof, dat is veel korter naar Krooswijk. Dus hij gaat het hek over en hij gaat zo langs de dinges. Komt hij bij een graf en ineens boem, bam! Staat ineens een geest naast hem. Hij zegt, wat heb je op je rug? Hij zegt, een bult. Hij zegt, wegbult. Dus de volgende dag komt die gozer in die kroeg, helemaal recht, al kaarsrecht in die kroeg. Ja. En is bult weg. Hij zegt, die houten poot zo, dat is ook wat. Dus die vent met die houten poot, hij zegt, ik ga het ook over de kerkhof. Dus die komt daar en komt bij de graf. En dan lees hij weer, pas, boem, schicht, hup, staat er een geest naast hem. Hij zegt, wat heb je op je rug? Hij zegt, niks. Hij zegt, hier heb je een bul. Ken je hem nou nu of niet? Succes, hè, zondag. Let dan maar op. We hebben een verdediging, dan komt Italië niet doorheen. Later, hè. Ik ben heel erg benieuwd wie de grappiger is, de Amsterdammer of de Rotterdammer? Ja. En dat vraag je aan een Amsterdammer. Ja. Dat is maar één antwoord natuurlijk. Dat is een Amsterdammer. Ja. Dan willen we dat wel even horen. Heeft u toevallig een moppie? Een moppie? Even kijken. Ja. En dan krijg je natuurlijk een blackout, hè? Nou, we hebben alle tijd. Jeetje. Ik was laatst in een vliegtuig. En flinke honger en het eten kwam maar niet. Dus ik had uiteindelijk vragen aan die lekkere stewardess. Ik zeg, hey, waar blijft het eten nou? Weet je wat dus bleek? De cockpit. Met de dokter, iets in de kroeg. Tja. Hoe noem je een warme iPhone? Een iPhone. Nee, hoor. Ik weet het even niet. Geen enkel moppie. Heb je een leuke mop? Even zien. Of een raadseltje die grappig is? Je mag er ook één opzoeken hoor, op je telefoon. Of op het internet. Als je er één kan vinden. Kijken of we een leuke grap kunnen vinden. Naar welke website gaat u nu? Je
Ik zit nu op online grappen. Onlinegrappen.nl. Goeie. Ja. Nou, dan ben ik heel benieuwd welke grap je uitkiest. Ja, precies. Hey, blur mijn gezicht goed, ja, 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 je weet het. We zetten een balkje ervoor. Ja, toch. Wil je nog iets speciaals? Geen balkje, je moet nou helemaal blurren. Helemaal blurren. Je weet, net okay. Opstoringsverzochten en zo. Ja, is goed. Oké. Okay. Is goed. Maar heb je een goede mop dan voor ons? Goede mop? Ja. Ik ben moe, man. Maar ik ben geen Jo Silvio. Jo Silvio en Moeman zijn vrienden. Hij is Moeman, maar geen Jo Silvio. Snap je? Ik ben op zich niet zo van de moppentapperij. Meer improvisatie? Ja, of nou ja, in muziek dan. Ja. Nou, mocht u nog op een moppie komen, dan laat het vooral weten. Ja, bedankt. Ik wil graag weten wie de grappiger is, de Amsterdammer of de Rotterdammer? Ik denk dat de meningen daarover verdeeld zijn. Dat we daar voorlopig niet uitkomen. Nee? Maar de Rotterdammer is erg leuk, kan ik je wel zeggen. Dat heb ik meegemaakt. Ja? Ga er maar eens naartoe. In een klein cafeetje zitten en daar kun je veel lachen. Ja? Ja. Er was dan een kalkoen die wou een wippie maken met een pauw. En die pauw die riep steeds... De nauw! De nauw! En toen zei die kalkoen... Kamakkelijk, kamakkelijk. Nou, dat was hem. Die is leuk. Ja, die is leuk. Nou, de buurvrouw staat onder de douche en er belt iemand aan. Ja. Ze kijkt door het raam naar buiten en ziet dat het de blinde buurman is. Oké. Okay. Ach, die kan mij toch niet zien, denkt ze. En ze gaat naar beneden en doet de deur open. Zegt de buurman, ik heb goed nieuws, ik kan weer zien. Ja. Ja. Ik denk dat Rotterdam wel even op de kaart is gezet. Kan wel beter, denk ik. Maar goed. Nou, dan wil ik jullie nog een fijne dag. Van hetzelfde. Fijne middag. Dank u wel. Tot ziens. Tot ziens. Heeft u misschien een leuke mop voor de mensen thuis? Nee? Heeft u een leuke mop? Nee. De mensen wachten op een goede mop. Ja, sorry. Excuus. Ik denk dat Rotterdammers toch grappiger zijn. Ja? Dat denk ik ook grappiger. Kom je uit Rotterdam? Oh, je bent af. Nee, maar ja, kijk maar, alle cabaretiers en comedians, toch? Die zijn komen allemaal uit Rotterdam, hè? Ja, je hebt wel gelijk. Amsterdammers zijn chagrijnige mensen, toch? Amsterdammers zijn chagrijnige mensen, ja. Het blijkt wel. Ik ook. Jij? Ja. Ik zie het. Ja? Nee. Ik denk het niet, man. Je hebt wel een nee, man. Dat is de kleren, zeg. Hé, hey, we zijn nu een uurtje verder. Ik heb het op Facebook al gezet. Dat ja? Kom, ja, gierige gasten. Maar ik heb nou mijn petje op, ik heb nou een warm oren. Net stond ik te sterven, zeg. Ja, ik zag het, ik zag het. Dus, maar dit staat ook goed, hoor. Jawel. Heb jij toevallig nog een mop? Nee, nou niet. Want ik heb nog een paar gasten gevraagd, weet je. En ik ja, maar er zit hier geen humor meer. Maar ik had hem beter moeten vertellen, ik was een beetje te snel. Ik had eigenlijk moeten vertellen van, dan komt hij in de kroeg. Ja. En die vent met die houten poot deed natuurlijk. Ik ga ook wel eens zeggen of dat ik mijn houten poot kwijt ben. Nou. Dus hij komt die kroeg weer in. Ja. En ik heb het dan meestal over het noorden. Dan ja, moet je over Krooswijk moet je helemaal omlopen bij het kerkhof. Daar. Ja. Dus als je dan. Gezondheid. Oh ja. Dus als je dan eroverheen gaat, dan is het een stuk korter. Dus hij gaat over erheen en dan komt bij dat graf. Nou, hup, wat heb je op je rug? Bult. Nou, dan komt hij de volgende dag eigenlijk in die kroeg. En. Hussie, hoe is het nou? Ja, je komt bij me op gierige gasten, kom ik. Ik heb al gekeken, Willy Wartaal toch? Ja, die... Die zit er ook bij. Ja. Willy, ja. Willy Wartaal zit bij de gier. Maar in ieder geval, dus, dan moet ik eigenlijk nog wat erbij zeggen, dat hij dan in een netpak, helemaal strak, rechterrug, zit je oude poot, denk ik, hey, ik ga ook naar de graf, dan ben ik je oude poot kwijt. Ja. Nou, dan gaat hij bij de graf en dan boem, bang, cat, boem, en dan heb hij die geest die zaten. Nou. En wat denk je? Wat heb je op je rug? Nou, niks, hier heb je mult. Dus dan liep hij met een mult en een oude poot. Heb je hem nou? Hij begreep hem niet, hè? Kijk uit, dan heb je de duurste driewielen van... Heb je dat verhaal toen gezien met die gozer die hier reed die wagens toen plat? Nee. Ze was ook op YouTube en al die toestanden. Wat was er gebeurd dan? Nou, toen trok hij er eentje uit de wagen. Die was helemaal gek. Die van de... Hij trok iemand zo uit zijn auto? Hij is een held. Hij heeft van de politie bloemen gehad. Oh echt? Ik heb Niels was. Ja, Niels. Nou, was een topper. Heeft hij ook moppen? Ja, kom op, Aad, heb je een mop? Aad, laat Aad, kom er even bij. Aad, kom er even bij. U heeft laatst iemand nog uit de auto. Ja, laatst is alweer anderhalf jaar geleden.
Hij schepte haar zijn vrouw. En toen is hij hier de straat ingegaan. Toen heb ik mijn auto op de stoep gezet. Toen ben ik achter hem aangegaan. Toen heb ik zijn deur opengetrokken en toen ben ik erin gesprongen en heb ik hem eruit getrokken. En dat staat op YouTube ook? Ja, op YouTube. Waar kan ik dat vinden dan? Gewoon Aarts van Manen. Oké. Dus ik zou zeggen, kijk even. Dat gaan we even kijken. Nee, wij zijn even, eigenlijk zijn we hier nu een klein onderzoekje aan doen. Ja. En dat is, wie is de grappige? Is dat de Amsterdammer of de Rotterdammer? Nou, ik denk de Rotterdammer, ja. Ja, maar dan moeten we wel een klein beetje bewijzen. Ja, ik zou het zo doen, maar ik zou het niet weten. Oh, oké. Okay. Nee, helaas. Ik ken je. Hè? Wat? Nou, het kost gewoon 20 euro dat ding. Ja. Nee, serieus? Ja. Mag ik een rondje maken? Tuurlijk mag dat. Ja, hop. Zo, ben je er klaar voor? Ja. En dan hier zo gaat hij weer vooruit. Ja, top. Nou, dan gaan we. Yo! Beetje muziek erbij. Ja, even een klein rondje. Hoppakee, moet je niet schakelen in dit ding? Nee, dat doen we niet, het is een automaat. Oh, het is gewoon... Gas geven en remmen. Gas geven... Oh, daar, dit is fantastisch, man. Ja. Zullen we het even... Kan het? Ja, we gaan even één keer op de start dan. Ja. We gaan hem één keer... Waar is de rem? Daarnaast. Die is ernaast. Oh. Ik ben blij dat ik hem niet in de prak heb gereden. Nee. Dankjewel, man. Ja. Wat een top dingetje. Ja, ik voel me helemaal thuis hier. Nee, dat is prima, joh. Zullen we nog even één keer zo'n plaatje beuken? Ja, is goed. Wil je nog wat zeggen tegen de kijkers? Nou, ik hoop dat ze het leuk vonden om even een stukje met jou te rijden. Ja, dat is gezellig, ja. Toch? Zeker. En even tot volgende week zeggen. En dan tot volgende week. En ze moeten abonneren ook trouwens. Ja, en abonneren, dan niet vergeten, hè? Juist. Dus, tof gasten, gewoon abonneren. Dat dacht ik ook. Later! Iemand zei dat ik het beste paard van stal heb gemist. Oh, ja. En dat blijkt jij te zijn. Ja, hier. Nou, vertel. Echt waar? Idols. Idols? Ja. Kun je dat laten horen? Nou, dat kan wel. And now the day bleed into nightfall. I was getting kinda used to being someone you love. Ik stop neer. Oh, heb je nog een mop trouwens? Een mop? Weet jij nog een goede mop? Wat heb je nou op je mel? Ja, dat is Rotterdamse. Wat heb je nou op je mel? Ja. Nou, ken je die mop van die vrouw achter de deur? Nee. Ik ook niet, want de deur is aan het slot. We zijn weer een nieuw seizoen aan het maken voor de serie Geldrovers. Dat betekent dat we de hele wereld uitdagen voor weddenschappen. Ja, dus als jij een leuke weddenschap hebt en wil je tegen ons opnemen, dan kan dat. Laat even je weddenschap weten hieronder in de comments. En weet, staan we binnenkort wel tegenover elkaar. Later!